Mijn benadering van het intellectuele erfgoedrecht, en ik denk dat ik kan zeggen dat dat wel de Utrechtse benadering is, is deze, dat ik ervan uitga dat het een geïntegreerd rechtsgebied is. In het verleden is het nog wel eens zo geweest dat het auteursrecht apart werd gezet van wat dan heette de industriële eigendom. Auteursrecht zou iets heel bijzonders zijn. Dat zou te maken hebben met van God gegeven scheppingsdaden en het industriële eigendomsrecht. Dat zou dan heel grofstoffelijk zijn en alleen maar met het praktiseren van kennis en kunde in de handel van doen hebben. Ik deel die ouderwetse, zal ik het nu maar noemen, opvatting niet. En ik denk dat het auteursrecht met alle andere onderdelen van de intellectuele eigendom tot één en hetzelfde gebied hoort. Met natuurlijk wel eigen specifieke kanten, zoals in het bijzonder de persoonlijkheidsrecht.